Er zijn een aantal indicatoren, ik gaf wel aan, die vertrouwenscomponent. Maar je ziet ook dat het aantal aangevraagde hypotheken behoorlijk is gestegen. Dus er zijn mensen die naar een hypotheek gaan of naar een andere instantie en om een hypotheek vragen. Die is nog niet verkocht, maar de verwachting is wel dat dat gaat oplopen. Dus ja, er zijn goede tekenen dat het zich aan het herstellen is. De psychologie is natuurlijk dat ieder denkt, als de huizenprijs nu op zijn laagst is en langzaam weer omhoog gaat, dan moet ik nu gaan kopen. Ja, zeker. En dan moet ik nu ook gaan verkopen, want nu kan ik... Ja. En dat is natuurlijk ook maar de vraag of u dat predikt en dat mensen dan thuis denken, het is zo. En wordt u of daarvoor betaald? Ja, wordt voor betaald, uiteraard. Ja, dat is dit gewoon matchfixing? Uiteraard, nee, dat moet ik. Ja. Nee, ik heb vorige keer bij jullie, was met Paas geloof ik, aangegeven van nou, als ik mijn kinderen moet adviseren, zou ik geen huis kopen nu. Dat heb ik toen me herinnerd. Nou, ik zou nu zeggen, ik zou het nu mijn kinderen wel durven aan te raden. Ja, ze hebben nog steeds geen huis. Wij ze huren, dus ook heel verstandig. Dus heel verstandig. Maar ik heb soms wel het idee dat de kleinste dingetjes. Vandaag stond er ook een bericht in, ik geloof, Telegraaf en het Financieel Dagblad over dat de NEVI, dat is de Nederlandse Vereniging voor Inkopers, ziet dat het dan weer net wat beter gaat. Dat is dan een klein onderzoekje en dat wordt dan meteen aangegeven van jongens. Maar er zijn meer. Ik hoop het zeer. Mevrouw Olfers zou zeggen, het zijn signalen. Het zijn heldere signalen, maar we zien het ook in de cijfers wel degelijk voorzichtig terug. Die verkopen die zijn eigenlijk al half jaar, drie kwart jaar gestabiliseerd. Er zit een wat rare piek in. Oh. Maar als je daar de lijn op pakt, zit het zo rond de 100.000 eigenlijk het afgelopen jaar. Iedereen heeft naar Rutte geluisterd. Nou, nee, nog niet, want we kopen nog niet meer natuurlijk, Rutte. We hadden juist de afgelopen jaar meer moeten kopen, dus dat is nog niet echt... Maar is er een verklaring voor? Want... Ja, er is wel een verklaring voor, Nou, er zijn verschillende verklaringen. De eerste is natuurlijk dat we 5 jaar te maken hebben met prijsdalingen. En ja, we moeten allemaal wonen, dus op een gegeven moment, je kan niet blijven wachten. Dus dat is een belangrijke verklaring. Tweede is dat de hypotheekrente, dus de rente die we betalen, fors gedaald is. We zitten nu, je kan voor 5 jaar vast, kun je zo rond de 3% afsluiten. Rond de 10 jaar 4%, nou dat is behoorlijk laag. Ja, de prijzen zijn behoorlijk gezakt. 25% geloof ik. 20% nominaal, ruim 30% reëel. Dus er is ook, de lasten zijn ook echt een stuk lager dan een aantal jaar geleden. Dus ondanks het feit dat de criteria, je moet gaan aflossen en dergelijke, zijn verscherpt, ben je toch nog goedkoper uit ten opzichte van 2 jaar geleden. Dus ja, het wordt zo zachtjes aan wel heel aantrekkelijk en ook betaalbaar. Er is nog wel een klein probleempje. Je moet een hypotheek kunnen organiseren. Dus banken moeten je wel een hypotheek geven. Je moet een baan hebben. Je moet een baan hebben, inderdaad. Ja. Dat is allemaal nog wel een probleem, maar... Als je in staat bent om een hypotheek af te sluiten, dan is het wel een mooi moment nu. En er is heel veel te koop natuurlijk. Het probleem met al deze indicatoren is dat het alleen maar over de huizenmarkt gaat. Ja. Dus het is niet iets wat algemeen economisch opeens beter gaat. Je gaat geen niet een hypotheek aanvragen als je denkt dat je niet kan betalen. Als hij goedkoper is. Dan nog moet je hem kunnen betalen. Maar je moet hem kunnen betalen, dus je spankracht wordt natuurlijk groot. Je kan dat zie je nu bijvoorbeeld bij starters. Die verkochten in het verleden vaak een 2-kamer-appartement. Ja, die kunnen in veel gebieden in Nederland nu voor diezelfde prijs gewoon een gezinswoning aanschaffen. Ja. Maar ze moeten wel die hypotheek kunnen afsluiten. Die huizenmarkt wordt wel gezien als een aanjager van de economie. Want mensen die een huis kopen, die gaan dat huis verbouwen, die gaan het huis inrichten. Ja, er zijn natuurlijk veel toeleveringsbedrijven die daar profijt bij hebben. Vandaag was dus het bericht dat zowel de chemie, geloof ik, en de landbouw het ook weer dus echt wat beter zijn gaan doen. Ja. En ik begrijp dus consumentenvertrouwen dat is natuurlijk in de woningmarkt, het algemeen. Algemene consumentenvertrouwen zegt. Maar zo'n Rutte heeft het goed voor elkaar. Ja. Nee, goed, het is een beetje een boerenwijsheid. Hè? Van één zwaluw maakt nog geen zomer. Zeker niet, is het een heel klein zwaluwtje. U noemde nu nog 2 zwaluwen erbij. Ik ben aan het helpen om te zorgen. Ja. Wat is het volgende waar we op moeten letten? Om te zien inderdaad wat Jeroen zegt, dat het breder trekt. Nou ja, we gaan natuurlijk straks in oktober de kwartaalcijfers zien. De echte cijfers van het kadaster en van de NVM. En dan moeten we gaan zien dat echt het aantrekt. En dan... Ja, de prijzen zullen het waarschijnlijk dan volgen. Dus ik verwacht nu nog stabilisatie en dan daarna wel wat stijging. Maar ja, we moeten ook beseffen dat we in Nederland hebben een hele unieke situatie. Er wordt vaak, het is vaak het discours van, die prijzen in Nederland zijn zo ver gestegen. Dat moest wel gaan dalen. Daar konden we op wachten. Ja, dat is toch niet helemaal waar. Als je naar Europa kijkt, dus de rest van Europa, dan is die prijsontwikkeling in Nederland is vrijwel vergelijkbaar met de andere landen. Duitsland is een uitzondering, want daar een apart verhaal. Maar je ziet dus in Spanje, Scandinavische landen, Engeland, allemaal dezelfde ontwikkeling vanaf 85. In Nederland zijn die prijzen helemaal niet sneller gestegen. Ja, vervolgens is het kabinetsbeleid in 2011 geweest, kredietransonering. Dus veel moeilijker maken om hypotheken te verstrekken. Dus ja, we hebben die crisis als het ware zelf georganiseerd. En daar kom je op een gegeven moment ook wel weer uit. He, dus als je kijkt naar de evenwichtsprijs van wat zou dan in een normale markt gezien de hypotheekrente en de lonen een normale prijs moeten zijn, ja, dan zitten we daaronder. En dat kwam ook, de ECB kwam ook 2 weken terug met datzelfde verhaal, dat de prijzen in Nederland eigenlijk 12% ondergewaardeerd zijn. Dus ja,
Nederland heeft een hele bijzondere positie. En dat is voornamelijk, denk ik, toch te verklaren door de wijze waarop wij tijdens de crisis op de rem zijn gaan springen. Terwijl andere landen hebben gezegd van ja, dat doen we even niet tijdens een crisis. Dan gaan we wat stimuleren. Engeland wordt zelfs gesproken over prijsinflatie nu. Daar is men weer bang dat de prijzen te snel gaan stijgen. Mm-hmm. België zijn de prijzen al met 18% toe. Ja, het zijn daar fors toegenomen. Er zijn Belgen die kopen bij ons in Zeeuws-Vlaanderen woningen nu. Hè? Er zijn twee plekken in Nederland waar... zijn met een baksteen in de markt. Ja, dat weet ik. Ja, maar er zijn twee plekken in Nederland waar de prijzen nu laatste kwartaal gestegen zijn. Dat is Amsterdam en Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Dankzij onze nog één vraag als het mag. Want we hebben net geconstateerd vanaf 2008 ongeveer 25% gezakt. Gemiddeld genomen. Ja, verwacht u dat je die 25% ook uiteindelijk weer terug gaat pakken als eigenaar? 20%? Ja, dat... Ongetwijfeld. Als je over een langere periode kijkt, dan stijgen ze. Laten we zeggen 10 jaar. Ja, dat kan ik niet aangeven of dat al gebeurt. Ik verwacht eerder een stabilisatie en een hele lichte stijging. Maar ja, zoals de economie er nu voor staat, kun je toch niet verwachten dat spectaculair gaat toenemen. Nee. Goed, we gaan naar België.